In het groen wonen, prachtig toch? En duurzaamheid is een van de main topics waar projectontwikkelaars zich toch ook wel mee bezighouden. Maar op welke manier? Steffi, duurzaamheid. Iedereen heeft erover, maar ook bij projectontwikkeling wordt er gelet op duurzaamheid. Hoe? Klopt. Het is heel belangrijk dat je duurzaamheid in zijn verschillende facetten zal analyseren. Ja. Eén daarvan is de groene omgeving waarin mensen komen te wonen. Het belang van groen dicht bij huis te hebben neemt toch toe, zoals je hier ook op deze site kan zien. Ja, duurzaamheid, Steffi, gaat verder dan enkel het groen houden. Klopt, het is zeer belangrijk om aan technieken te denken. Ja. En op een duurzame manier uw technieken te ontwikkelen per site om te kijken, oké, we hebben hier zoveel units, welke technologie gaan we gebruiken? Is het geothermie? Is het een warmtebron waarop we kunnen aansluiten? In dit geval sluiten we aan met geothermie. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je eigenlijk in de grond een boring maakt op een bepaalde diepte die gemeten wordt, waar het ideaal is om daar de warmte te onttrekken uit de aarde. Ah ja, dus hoe dieper je gaat, hoe warmer het is en die warmte gebruik je dan. Klopt, die warmte gebruik je dan. Winter, zomer, je geeft het ook terug aan de aarde. In de zomer kan je ook een passieve koeling ervan genieten. Dus dat is heel mooi meegenomen, mee dat we vandaag de dag meer en meer hittegolven ook ervaren. Ja. Nu hebben we het enkel over het verwarmen of het verkoelen van het huis, maar ja, het gaat nog veel verder dan dat. Hè. Elektriciteit bijvoorbeeld, hoe ga je die opwekken? Klopt, er zijn tal van technieken die je kan integreren, maar het gaat verder dan dat. Hè. Vandaag de dag is niet alleen elektriciteit en je verwarming van belang, maar ook je auto. Hè. Kan je opladen, kan je elektriciteit laadpaal het systeem voorzien, maar ook openbaar vervoer. Het is heel belangrijk dat je denkt aan Mobi-score bijvoorbeeld. Hoe vlot is een locatie bereikbaar? Dus uw ligging is heel belangrijk om de leefbaarheid te garanderen voor de toekomstige bewoner. Er komt heel wat bij kijken, toch? Ja, absoluut. Zeker.